barbecue weer en we gaan satétjes maken. Mijn zonen zijn daar dol op. Ze mogen ook zelf even helpen met het rijgen van het vlees. En wat ik hier heb is geitenvlees. Ik ga namelijk saté kambing maken. Dat is Indische saté. En daarvoor ga ik dit stuk vlees in kleine blokjes snijden. Het is een stuk bout van een geitenbokje. En er wordt in Nederland best veel geitenkaas gegeten. Maar die bokjes die blijven werkeloos over. En het is eigenlijk best wel een goed idee om wat meer geitenvlees te eten. Want ze zijn er toch. En zo'n geitenmelkveebedrijf weet niet wat hij ermee moet. Het is heerlijk vlees. Zeker als je het zo op deze manier bereidt. Kleine blokjes. Voor centimeter bij centimeter. Dat geitenvlees zie je niet zo heel vaak liggen in de winkel. Ik heb dit gehaald bij een Marokkaanse slager. Maar het wordt ook wel op de biologische markt of soms bij biologische winkels aangeboden. En volgens mij kun je het ook bestellen op internet, maar ik heb geen adres voor je. De marinade, daarin gaat korianderzaad. Dat ga ik heel even roosteren. Eigenlijk tot je het gaat ruiken, dan zijn ze goed. Korianderzaad is erg lekker. In de vijzel. Shallotje erbij. Twee shallotjes om precies te zijn. Twee teentjes knoflook. Ik heb hier een kilo vlees, hè? Ja, dat is best veel. Oké. Twee pepertjes gaan in. Nou, wil ik mijn kinderen wel leren om pittig te eten, maar je moet het niet overdrijven. Dus ik haal de zaadjes er even uit. Als je nou heel erg van pika houdt, dan moet je ze gewoon lekker inlaten. Ook die hoeven niet heel fijn gesneden, maar gewoon even een beginnetje maken. Dan doet Vijzel doet de rest. Doe daar een theelepeltje ongeveer opgevoel zout bij, grof zeezout. En dan ga ik dat stampen en wrijven tot een fijne pasta. Nou, ik vind het goed zo. Er gaat ketchup door. 4 eetlepels. Ketchup manis, een beetje zoete ketchup. En een limoentje. Ongeveer sap van een halve limoen. Ah, dat ruikt lekker. Dus even zien of we dit allemaal hierin krijgen. Nou, dat lukt. Deze erbij. Oeh, dat is zwaar zo. Nee. Schone handen. En dan mag dat vlees heerlijk een paar uurtjes marineren. Minimaal een uur zou ik zeggen. Maar als je een paar uur hebt, dan wordt het alleen maar lekkerder van. Ik doe dat wel even in de koelkast, want barbecue doe je meestal met lekker weer. Het is toch rauw vlees. Wat je ook even van tevoren moet doen, is satéstokjes. Weer hele lange, je kunt ook van die kleintjes gebruiken. Even in heet water leggen. Dat hoeft eigenlijk maar een half uurtje hoor, maar ik doe het nu maar meteen. Zodat ze straks niet in de fik vliegen als je ze op de barbecue legt. Nou, ik heb de familie aan het rijgen gezet. Sarah is onze oppas, die eet ook gezellig mee. En ik ga zelf nog even een sausje maken voor beide saté. Ja, hard werken. Daar gaat rode ui in, rauwe rode ui. Fijn gehakt. Bewaar een klein beetje voor eroverheen straks.
Zoveel ongeveer. Er gaat behoorlijk veel ketchup in. Bruine suiker. Dus bruine bastardsuiker. Het is de bedoeling dat het echt een beetje een zoet sausje wordt. En limoensap. En je moet het echt even proeven of het de juiste balans heeft tussen zoet en zout en zuur. Ja, ga ik niets meer aan doen. Behalve een, nog één pepertje toevoegen. Ook niet te pittig vanwege de jongens. Maar een klein beetje pit mag je wel hebben. Jij vindt het toch wel lekker, een beetje pittig, ja. Hè? Nee? Ja, ik doe maar een klein beetje. Oké, ik snij alvast wat lente uit. Die ga ik straks ook over de cd'tjes strooien als ze klaar zijn. En dan kunnen ze op de barbecue, jongens, als jullie klaar zijn. Mam? Ja? We hebben een nieuwe bak nodig, denk ik. Nou, je kan ze gewoon bovenop leggen. Oké. En, Pep? Lekker. Ja? Weet je nog hoeveel cd'tjes je in Thailand had gegeten? 18. Niet waar. Hoeveel waren het er 32. 32. Echt 18. Nou, het waren wel hele kleintjes, hè? En waren die net zo lekker als deze? Nee. Lekker? Ja.